Christian, vandaag zijn wij het geschiedenis rijke en ongelooflijke gebouw. Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. We hebben net Stuk Droplets opgenomen. Dat is een stuk die je hebt in 2017 voor mij geschreven. Wat is eigenlijk Droplets? Waarom Droplets? En waar komt het verhaal vandaan? Vertel eens. Ja, Droplets is eigenlijk een cyclus van 4 stukken voor slagwerk solo. Het idee daar, wat er aan de grondslag ligt, dat is iets waar ik al veel langer in geïnteresseerd ben. Dat is dus verschillende ritmes, periodische ritmes, die dan elkaar dan afwisselen. Dus je hebt hier bijvoorbeeld iedere 5 seconden en hier iedere 4 seconden. Dat is een simpel voorbeeld. Dat zie je bijvoorbeeld, vandaar ook droplets, in de natuur. Want droplets, dat zijn druppeltjes, regendruppels, die vallen allemaal verschillende periodes neer. In 2017 heb ik de droplets uitgebreid met 3 extra delen. Omdat ik dacht, ja, nog niet alles heb ik daarin gezegd. En het tweede deel droplets, wat we vandaag hebben opgenomen, dat is uiteindelijk dit stuk geworden. Ik dacht, ja, ik moet me echt nog extra beperken. Je kunt met 1 gong heel veel verschillende soorten klankkleuren maken. En, ja. Het was een uitdaging voor jou, of? Het was vooral heel leuk eigenlijk om te maken, weet je. Dan gewoon, merk je dat niet. Nee, maar het is, je hoort dat geluid. Dat geluid is interessant en is mooi. Dus als je heel dicht bij dat geluid zit, dan hoef je al niet eens meer iets proberen voor te stellen. En dan is dat heel leuk om te maken op de een of andere manier. Wat is jouw favoriete slagwerkinstrument? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Natuurlijk. Ja, omdat je gebruikt van de droplets. Veel, Je gebruikt pannen, potten, gewoon houtblokjes. Pannen zijn heel praktisch gewoon. En zijn vaak, maar de pannen zijn heel verschillend ook wel, maar vaak zijn pannen, een bepaald soort, misschien gietijzeren pannen, die hebben vaak een heel mooi geluid. Eigenlijk mooie tammen, veel boventonen. En ook een sustain die niet te lang is, maar wel iets heeft. En zeker als je het in een mooie akoestiek gebruikt, dan vind ik dat ook wel mooi. Christian, zou je willen jezelf nog een keertje uitdagen om eens solo stuk voor solo slagwerkinstrument te schrijven? Ja, waarom niet? Welke bijvoorbeeld? Ik ben nu bezig met een nieuw stuk voor jou, want, zoals je weet natuurlijk, voor marimba solo. Dus dat is wel weer een leuke uitdaging. Heel anders dan bijvoorbeeld droplets inderdaad. Ja, wij kunnen wel marimba noemen, een soort van klassiek instrument van slagwerk. Ja, precies. Dat is ook een heel groot verschil ermee inderdaad. Het is heel klassiek, heel gepolijst ook op een of andere manier. Het heeft een hele grote speeltraditie. Ik weet niet of er veel stukken zijn voor solo gong of zo. Dus dat is een heel ander beestje, zeg maar.